dagwerker is donderdagochtend rond 6:30 tegen het terras van café Biesels op de Grote Markt Hoek Grote Straat aangereden. De hoogwerker van een glazenwassersbedrijf raakte hierbij door een verkeerde manoeuvre 6 schotten op de hoek van het terras in het centrum van Nijmegen. De schade is groot, meldt eigenaar Wilco Kuppens. Met het winderige herfstweer van nu is het toch een stuk minder aangenaam op een terras zonder beschutting. En de levertijd voor nieuwe terrasafscheiding is 9 weken. Tot het eind van het jaar is het dus jas aan bij Biesels. Bij het incident is niemand gewond geraakt. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.